Goed, mensen, allemaal hartelijk welkom. Ook mensen die via de digitale snelweg bij ons zijn, van harte welkom. Mensen op de tribune, welkom. En als ik zo rondkijk, dan zijn er geen mensen die zich melden als inspreker. Ik wil nog even een kort woord wijden aan de vorige raadscommissie met betrekking tot de kadernota. Sommigen hebben daarbij eigenlijk al een voorschot genomen op de raadsvergadering. En anderen hebben mij erop geattendeerd dat dat eigenlijk niet kon. En daar wil ik het bij laten. Dan gaan we over naar de vaststelling van de agenda. Iemand op of aanmerkingen over de agenda? Er zijn geen rondvraagpunten gemeld. En dan gaan we naar de afsprakenlijst van de raadscommissie. Er is een mail binnengekomen van wethouder Schelen. Die heeft iedereen gezien. En ik denk dat op basis daarvan wij het verslag nog even aan moeten passen. Want het gaat om de brief van de heer Zatter. En die is door de wethouder integraal behandeld tijdens de vergadering. En ook aangekondigd dat daar geen schriftelijke reactie meer op kwam. En met die aanpassing kunnen we het concept eraf halen en het verslag vaststellen. Dan stel ik agendapunt 5 aan de orde, regionale samenwerking jeugdzorg. Wie wil daarover het woord? De heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het even bekeken en veel vragen. Ja, we hebben wel vragen, maar aan de andere kant ook weer niet. Omdat u belooft nog iets op papier te stellen in september. Maar goed, ik heb het even zo geformuleerd, dan kunt u het waarschijnlijk ook goed begrijpen. U vraagt aan de Raad om in te stemmen met het voorstel om voor het jaar 2017 de inkoop en het contractmanagement gezamenlijk via de BVO uit te voeren om zo de continuïteit van de jeugdzorg te garanderen. Ja, het CDA stemt hier mee in, immers de jeugdzorg moet gewaarborgd blijven. Dat is duidelijk. Het CDA vindt het wel jammer dat er nog geen volledig plan voor ligt. Waarbij ook de administratie, monitorisering, verevering en de transformatie zijn meegenomen. De wethouder heeft beloofd om in september 2016, en dat duurt niet lang meer gezien de tussenliggende vakantiemaanden, met een uitgewerkt voorstel te komen. Het CDA zal dan ook de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling, uitvoeringsorganisatie jeugdzorgregio IJsseland, meenemen in haar oordeel over het dan voorliggende voorstel. Net als de uitkomsten van de regionale visie- en participatietraject. Dit voorstel mag van het CDA betreft als hamerstuk naar de raadsvergadering van 14 juli aanstaande. Ik dank u. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Ook een paar vragen van de VOV-fractie, voorzitter. Allereerst vraag over de timing van dit voorstel. Want is het niet zo dat dit voorligt, terwijl het lang niet compleet is en er, zoals collega van het CDA aangaf, in het derde kwartaal een vervolgstuk komt, wat breder aangevlogen is. Is het nou zo dat dit voorstel alleen maar er ligt om vervolg te geven voor het contractmanagement, zodat het inkoopproces voort kan? Want als dat nog even uitstel zou kunnen leiden, stel dat dat zo zou zijn, dan zou ik willen vragen, haal dit voorstel alsjeblieft van de agenda, want het is verre van compleet en er is nog veel te zeggen over de evaluatie. Dus als dat zo is, nou ja, dan zouden we het niet anders kunnen dan de continuïteit moeten waarborgen. En als dat wel anders kan, voorzitter, dan heeft dit stuk wat ons betreft niet zo geen
gek veel zin. Maar laten we ervan uitgaan dat het stuk wel degelijk zin heeft. Dan hebben we nog een paar vervolgvragen. En de eerste is, stel wij kiezen voor het contractmanagement te continueren. Maar we kiezen straks ervoor om andere elementen uit het voorstel niet te continueren. Ontstaat er dan een werkbare situatie? Want zoals je ziet moet beleid en uitvoering wat gescheiden worden. Het is niet helemaal zo duidelijk wanneer je nou bij BVO dan wel bij de gemeente moet zijn. De afstemming tussen BVO en programmamanagement is niet zo heel erg helder. En als je nou maar een heel klein stukje van het BVO afneemt en andere samenwerkende gemeentes in de regio, die zouden het volledige pakket of anderszins kiezen en juist in beleidsmatige zin aan de slag gaan. Hoe staan we er dan als ommen voor in relatie tot de andere gemeentes en de BVO? Dan, voorzitter, zijn we eigenlijk wel geïnteresseerd om te weten hoe andere gemeentes, die met ditzelfde probleem kampen, hierin staan. Hoe staan zij hier tegenover? Gaan alle gemeentes nu, alle participerende gemeentes in de samenwerking, nu dit halve voorstel nemen opdat we over een paar maanden het echte brede voorstel nemen? Of, u begrijpt de vraag, kunt u daar wat over zeggen? Dan zijn we wel geïnteresseerd om te weten hoe het... Of welk besluit er door het samenwerkingsverband over de vervolgstappen genomen is. Want er ligt een rapport aan dit raadsvoorstel ten grondslag. Daar staat in dat een aantal dingen goed gaat, maar ook heel veel dingen gaan nog niet goed. Daar moet in geïnvesteerd, daar moet vervolg aangegeven worden. En hoe kijkt het samenwerkingsverband daar nu naar? Gaan we dat nu met z'n allen oppakken? En is daar al iets van een besluit over? En tot slot, voorzitter, wordt er geduid op de ICT-problematiek. Er moet een koppeling met een drietal verschillende gemeentelijke systemen tot stand gebracht worden. Voorzitter, wij menen te weten dat interfacing en conversieproblematiek dure, specifieke ICT-kosten tot gevolg heeft. Niet alleen voor nu om het eenmalig aan te zetten zodat het kan werken, maar ook naar de toekomst toe. Als een van de systemen aan beide kanten, hetzij BVO, hetzij aan de gemeentelijke kant, wijzigt. Want je blijft tot in lengte van jaren met die interfacing-problematiek zitten. Oftewel, wordt als we in september een vervolgvoorstel krijgen, hier heel goed en terdege rekening mee gehouden. En dit waren onze vragen, voorzitter. De heer Bors. Dank u, voorzitter. Toen wij het voorstel lazen, dachten we ook, het is wel een beetje laat. Het gaat over het verlengen van de samenwerking. En dat is al over een half jaar. Uit eigen ervaring weet ik dat als je iets wil veranderen aan de inkoop aan het sociale domein, dat je daar minimaal anderhalf jaar voor moet uittrekken. En zeker nu ongeveer over 4:20 de nieuwe aanbestedingsregels van kracht zijn. In de evaluatie van BMC zie ik dat er nog geen gezamenlijke agenda in de regio is. Met gezamenlijke uitgangspunten zijn niet opgesteld. Ook lees ik dat de bestuurders en beleidsadviseurs de betrokkenheid en inbreng hebben gemist. En wij gaan ervan uit, D66 gaat ervan uit, dat aanstaande maandag in de klankbordgroep daar een start mee wordt gemaakt. En dat daar ook het visietraject wordt gestart. Met inbreng van de dan aanwezige leden van de raad. En onderwerpen die daar waarschijnlijk in naar voren zijn, maar dat hoor ik graag of dat ook het geval is. Vandaar deze vraag. Of we dan ook praten over de verevening, budgetplafonds en alles wat eraan vast zit. En als dat het geval is, dan zouden we het voor nu kunnen parkeren. Want daar gaan we nog over praten. In het voorstel staat om de continuïteit van zorg in 2017 te garanderen, moet het inkoopproces nu worden gestart. Wij gaan ervan uit dat er wordt gesproken over, wij gaan over inkoop van na 2017. Want, kom er zo nog op terug. In een ander stuk van het rapport lees ik dat iedereen wel redelijk tevreden is over de BVO als administratiekantoor en de uitvoerende taken. Dat moet dus echt gecontinueerd worden. We hebben immers geen andere keus, denk ik. Denken wij. En voor wat betreft de ICT, automatisering, heb ik de vraag. Mijn collega heeft daar net al een beetje op gezinspeeld. Hoe staat het echt concreet bij de gemeente Ommen, dan wel de bestuursdienst Ommen Hardenberg met de IJW? En de laatste waar ik op in wil gaan en een vraag over heb. Wat wordt bedoeld met inkoop in het voorstel? Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat er in 2017 nieuwe contracten worden
afgesloten, terwijl de kaders nog niet eens zijn vastgesteld. Voor zover eerste termijn. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ja, het gaat in dit geval over het contractverlenging voor 1 jaar, dus het jaar 2017, voor de inkoop jeugdhulp en contractmanagement. Want de rest, waar ik begrepen heb, dat komt later. Als je iets gaat verlengen, dan ga je je altijd afvragen, waarom ga ik het verlengen? Ben ik tevreden? Wat ging goed? Wat ging minder goed? En wat ging helemaal goed mis? En op basis daarvan zeg je, ja, ik ga verlengen. Zo zou ik het doen. Maar dat mis ik eigenlijk in het raadsvoorstel, maar ook in het stuk daarachter. Dus ik heb eigenlijk geen onderbouwing waarom ik het zou doen, alleen dat we het moeten doen. Ja, maar dat vind ik nog geen antwoord op mijn vraag, dus daar hoor ik graag iets over. Er staat ook iets, een uitnodiging zou er zijn geweest voor de participatiebijeenkomsten. Heb ik hierin iets gemist? Ik weet het niet, maar het staat er wel in. En als ik dan naar de evaluatie ga van de huidige samenwerkingsvormen, dan valt me het volgende op. De evaluatie moet gedaan worden voor december 2015. Klaar. Evaluatie ook is in januari 2016 geweest. En waren we nu pas in de commissie. Dat vind ik vreemd. Want ik heb nu het gevoel dat we dus nu 11:55 is. Het moet nog in de commissie. En als je dan een stuk verder leest, dan mis ik eigenlijk de interviews van de raadsleden hier uit Ommen. Er staan geen namen bij. Er zou ook een presentatie of een uitkomst zijn geweest in een klankbordgroep op 11 januari 2016. We hebben wel een klankbordgroep gehad, een vergadering gehad, maar dit stond niet op de agenda. Althans, ik heb het niet terug kunnen vinden. Als je dan over een evaluatie praat, dan is het voor mij altijd dat je achterom kijken hoe het gegaan is. Wat ik net ook al zei, wat ging mis, wat ging goed en wat ging goed mis of wat was hartstikke mooi. Maar ik vind dit, in dit stuk dat heel veel al de doorkijk wordt gedaan naar, dus al in de toekomst. En dat vind ik eigenlijk de evaluatie onvoldoende. Ik zie ook geen nulmetingen. Ik zie eigenlijk wat tekst. Ik zie ook wel de vragen die gesteld zijn. Niet de antwoorden op die vragen, de uitkomsten daarvan, vind ik een gemis. Want dan heb ik geen inzicht wat er allemaal gedaan is. Dan staat er bij 2.1, dat is natuurlijk heel lastig om het goed te noemen, daar staat een zin in, ik zal hem even citeren. Onduidelijk is het welk deel van de lokale budgetten na 2016 op regionaal niveau zullen worden ingezet. Met name grote steden hebben de wens om meer budget lokaal te kunnen inzetten en het regionale budget te verlagen. Ik vraag me eigenlijk af, wat heeft dit op dit moment met de evaluatie te maken? Maar het wordt hier genoemd en dan zou ik wel willen weten, wat zouden dan de gevolgen zijn voor onze gemeente? Want als wij instemmen met alles, wil niet zeggen dat wij als VVD-fractie hiermee instemmen. Laat dat helder zijn. Dan lees ik in de conclusies en aanbevelingen van het BMC-rapport. Die zijn helder, maar wat gaan we ermee doen? Dus als je dan toch ook wel eens een doorsteek. Ik heb wat commentaar gegeven, omdat ik vind dat te weinig achterom is gekeken en te veel vooruit. Maar er staan wel aanbevelingen in. Wat gaan we ermee doen? Daar zou ik graag iets meer over willen weten. En over de vragenlijsten en over de monitoring heb ik het een en ander gezegd. Ik wil graag hier in eerste instantie bij laten. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer de voorzitter. De bijdrage van mijn collega's onderstrepen eigenlijk de verwarring die bij ons ontstond toen wij meenden de bedoeling van het stuk in de gaten te hebben, namelijk gewoon antwoord te geven op de vraag in te stemmen met het verlengen van de regionale samenwerking. En dat is heel simpel. Die loopt in 2016 af en je moet dat een jaar verlengen. Dat is de vraag. Klaar, punt uit. Einde oefening. Totdat we het stuk verder lazen en toen ontstond de verwarring. En dat verbaast ons eigenlijk dat, als we het tenminste goed zien, twee aspecten in het ene stuk zitten. Namelijk 1.
antwoord geven op de vraag, gaat u ermee akkoord nog een jaar te verlengen? En twee, wat al eerder genoemd is, ik meen door mevrouw Schunselaar, een inkijk geven in wat er gaat komen. En dat zaait verwarring, om het meteen maar eens heel duidelijk te zeggen. Liever hadden wij gezien dat dat een apart stuk zou zijn geweest. Overigens, die jeugdwet in dat artikel 281 geeft niet zozeer aan dat de gemeenten moeten samenwerken. Ik zou persoonlijk liever kiezen voor de omschrijving. Ik ga ervan uit dat gemeenten samenwerken. Het is een semi-verplichting. Maar dat terzijde. Je hoeft dat namelijk niet te doen als er redenen toe zijn. Maar waar het om gaat is dat wij, en de vragen van de collega's gaven daar ook al inzicht in, dat er pas in het najaar komen te spreken over een bredere opzet. En wat na 2017. Dat levert bij ons in ieder geval wel de vraag op wat dit stuk betreft. Als je kijkt bij risico's, dan staat daar een tekst die ons niet, na herlezing zelfs niet, echt duidelijk is. We kunnen een vraag niet kunnen beoordelen in het licht van de bredere samenwerking. Om dat deel van de tekst onder risico's gaat het. Dus als de portefeuillehouder zo vriendelijk zou willen zijn om uit te leggen wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Het zou ons eigenlijk een lief ding waard geweest zijn als heel dit onderdeel van dit stuk er niet in had gestaan. Alleen een aankondiging dat we het najaar verder praten over. Dank u. Als voorzitter sluit ik me in principe aan bij de opmerking van de heer Van der Mooren. Er zijn een aantal vragen gesteld die, denk ik, in het verdere proces aan de orde zouden moeten komen. En ik laat het aan de wethouder over of hij de vragen nu beantwoordt, dan wel in een later tijdstip beantwoordt. Woord is aan wethouder Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Middelkamp de spijker op zijn kop heeft als het gaat om van goh, wat is nou precies de urgentie, meneer Van der Mooren duidde er ook al op, van waarom dit nu moet doen. Als je verlengt, je kijkt eventjes naar de tijd, dan moet je een besluit nemen. Dat is één. Twee, de timing brengt met zich mee dat we dat ongeveer nu moeten doen om het inkoopproces inderdaad niet te doen stopzetten. Zo simpel is het. En dan kan ik wel zeg maar vervolgens zeggen, dit is hem, hè, met de heer Leuwik van goh, en we gaan maandag verder aan de slag. En dat doen we ook trouwens. Maar misschien is dat ietsjes onbevredigend. Dus nou, ik heb er geen moeite mee om een aantal van de vragen toch te beantwoorden. Maar de kern is wel, en dat is in feite ook gevraagd door meerdere raadsleden, van waar zeggen we nou ja tegen, hè, als we hier tegen ja zeggen? Zeggen we nu ja tegen de evaluatie, hè, want dan hebben we een probleem. Dat begrijp ik. En ik snap dat dat een stukje verwarring veroorzaakt. Antwoord is nee, daar zegt u dus geen ja tegen. Wat u doet is een simpele technische verlenging die het mogelijk maakt om het inkoopproces niet te doen blokkeren. En inderdaad over de jaargrens heen door te gaan. Dat is één. We hebben nu wel zeg maar inzicht willen geven in de evaluatie. In de zin van het denken. Hè, om juist ook duidelijk te maken dat we eigenlijk zeg maar niet willen volstaan. Ook de komende tijd met alleen maar van goh, we gaan gewoon fluitend door met de BVO. Want uit die evaluatie, en dat heeft u allemaal al wel geproefd, is van goh, er is wel wat te doen. En daar willen we ook tijd voor nemen. En komende maandag gaan we daar inderdaad eerst de eerste voorzet voor geven. En daar neemt dus tijd voor. Dan even de punten nog even nalopen. Hè. Dus richting de heer Leuwik. Ja, het is inderdaad een simpele verlenging om inderdaad ook een stukje waarborg te geven van continuïteit van zorg. Evaluatie inhoudelijk komt verder. Dan de heer Middelkamp heeft heel terecht gezien van welke elementen er uit de evaluatie voortspruiten. En dat is inderdaad meer dan techniek. En dat is precies voor ons de reden om ook zeg maar inhoudelijk het gesprek met u aan te gaan. En dan gaat het inderdaad over de elementen die u noemt. Het gaat over de verhouding lokaal-regionaal. Wat doe je lokaal, wat doe je regionaal? En dat heeft hele grote gevolgen. De vraag is van hoe staan andere gemeenten erin?
Maandag zal ik u niet alleen de gemeenschappelijke visie presenteren, maar ook verslag van een conferentie waar de bestuurders bij elkaar waren. Ik vond het opmerkelijk hoe eensgezind de besturen daarin staan. De wethouders waren redelijk van mening dat het uitgangspunt, wij moeten lokaal en de toegang waarborgen. Het heeft betekenis dat we wat betreft de jeugdzorg inderdaad meer die verantwoordelijkheid gaan pakken. En ja, er zullen zeker wel een aantal dingen regionaal blijven. Het is heel verstandig om samen natuurlijk beleid te maken. Het is ook erg verstandig om een stuk inkoop ook gezamenlijk te organiseren. Maar je ziet gewoon dat breed in deze regio wordt gedeeld dat wij die verantwoordelijkheid meer moeten nemen. En dat we daar dit najaar uitgebreid met u over komen te spreken, dat spreekt voor zich. Nogmaals, maandag daarvoor de eerste dingen. Dan het punt van ICT, dat is ook echt een vraagpunt. En die speelt juist ook voor Ommen en voor Hardenberg en voor Steenwijkerland. Die drie hebben een van de andere gemeenten afwijkend systeem. En we hadden toevallig vandaag, hadden we ook beraad, regionaal. En daar is dit punt ook aan de orde geweest. En ik denk dat u helemaal gelijk heeft van er is een zelfstandig argument om eens even te kijken naar dat ICT-verhaal. Want je kunt er kijken van, je past je software aan en je hebt je interfaces voor elkaar. Maar daarmee heb je de systemen alleen maar op een bepaalde manier gekoppeld. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de onderliggende problemen pakt. Dat is precies het probleem wat we hebben. En er zijn zelfs mensen in deze organisatie die zeggen, misschien moet je daarom zelfs de administratie naar jezelf toe halen. Nou, de plussen en de minnen zetten we daarvoor op rij. Maar u heeft daar zeker een punt te pakken. Richting de heer Mors. Inkoop kost tijd. En gaat u er maar van uit dat we dat juist voor ons de reden is om niet alleen te verlengen, maar ook juist full flash de komende najaar al aan de slag te gaan. Ook te oefenen. Een ander punt heb ik denk ik ook al gehad, inclusief het ICT-punt waar u ook geen misverstand over. Die inkoop gaat dus over het arrangement van 2018 en verder, wat we nu gaan voorbereiden. Maar wat we nu doen is verlengen zodanig dat we in 2017 zo door kunnen. Dus inderdaad die anderhalf uur jaar tijd, die gaan we daarmee pakken. Richting de heer, mevrouw Schunselaar, u zei inderdaad terecht van waarom doen we dat nou eigenlijk, hè, die evaluatie en die verlenging. Laat hem inderdaad maar praktisch maken. Hij is dus technisch, we moeten het even doen. Zelf tijd te geven. En nogmaals, als u instemt met een verlenging, stemt u niet in met de inhoud van de evaluatie. Dat inhoudelijke verhaal, daar komen we nog over te spreken. En ik heb ook al iets gezegd, ook in antwoord op wat de heer Meelkamp had ingebracht. Van ja, er zijn wel degelijk een aantal zaken, meer fundamenteel, die we aan de rol hebben. De heer Van der Mooren. Het punt van de risico's nog. Dat is een beetje een worstachtige zin, zag ik. Even kijken. Het gaat dus om de voortzetting van de regionale samenwerking in de staat. U heeft deze vraag echter niet kunnen beoordelen in het licht van een bredere samenwerking, waaronder de vereveningen. In het derde kwartaal wordt u gevraagd deze afweging te maken. Wat bedoel je hier nou mee te zeggen? Van de vraag voor die bredere samenwerking, die ligt nu niet voor. We houden het op die technische verlenging. Met andere woorden, de afweging van, wilt u nu door, al dan niet met verevening, ligt nu niet voor. Het enige wat u nu doet is, voortzetting van de regionale samenwerking op die taken bovengenoemd. Het feit dat u, het hele verhaal, het inhoudelijke verhaal nu niet voor heeft liggen, is erg jammer, maar het is even niet anders. Zo moet u dit lezen. Tot zover, voorzitter. Wie wil er voor de tweede termijn? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, twee van onze vragen zijn nog niet helemaal voldoende naar ons idee beantwoord. En de eerste vraag gaat over als we de twee genoemde thema's inkoop contractmanagement continueren in de samenwerking. Zeggen we dan alleen daar ja tegen?
En zeggen we dan nog niet ja tegen de monitoring, de facturering, de beleidsontwikkeling en dat soort zaken. En als dat zo is, en dat proef ik eigenlijk al een beetje uit uw woorden, ontstaat er dan een werkbare situatie, want dat was een van onze vragen, als we alleen maar het inkoop- en contractmanagementstuk afnemen en de rest elders onderbrengen of zelf doen en hebben we daar dan volledige keuzevrijheid in. Dus zeggen we slechts alleen ter continuering van het inkoopproces, zeggen we alleen maar ja daartegen en hebben we straks in september het echte verhaal over de evaluatie en hoe we voor Ommen naar de toekomst verder willen. En dat is nog een beetje onderbelicht, voorzitter, dus dat horen we nog graag. En daarnaast, voorzitter, hadden we een vraag over hoe en welk besluit er genomen is over het evaluatierapport. De deelnemende gemeentes die hebben in opdracht deze evaluatie laten doen. En wat gebeurt hier nou mee? Wat wordt hier nu binnen het samenwerkingsverband en door de andere gemeentes mee gedaan? Want wij zijn, proeft u wel, niet helemaal zo erg tevreden. Wij missen zaken en we willen wat meer achteruitkijken en misschien daar ons voordeel moet doen naar de toekomst, et cetera. Maar hoe gaat dat nu verder binnen die samenwerking? En dat zijn onze twee vervolg- en verdiepingsvragen, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u, voorzitter. Ik besef me dat ik best veel vragen heb gesteld. En ik begrijp nu ook dat dat later komt. De antwoorden dan op die vragen. Nou, die zal ik dan zorgvuldig bewaren. Wat zegt u? Wat je wilt. Harry, wat je wilt. Maar het zijn wel essentiële vragen voor ons. Want het gaat toch wel ergens over. En nogmaals, ik heb eigenlijk, wij moeten dit nu doen. We staan met de rug tegen de muur. Laten we het zo ook maar helder zeggen. En waarom pas nu, heb ik ook gevraagd. U heeft daar geen antwoord op gegeven. Omdat het rapport in januari al klaar was. Dat had eerder kunnen komen. En waarom zijn dan die twee dingen bij elkaar gevoegd? Wat gewoon complete verwarring heeft veroorzaakt. En dat vind ik toch wel jammer. Ik wacht gewoon op antwoorden. Ik krijg antwoorden op die vragen op termijn. Dan stel ik ze gewoon weer, want ze gaan in de kluis, ze komen er weer uit. En, nee, echt niet. Nee. Dat is een bewaring, Bert. Nee, doe ik zelf wel. Alleen die verlenging. Ik pak puur het moet omdat het moet. En de rest komt nog. Zo kan ik het samenvatten. Dank u wel. Wethouder Scheda. Om het laatste te beginnen, aan uw samenvatting doe ik niets af. Dat is goed verwoord. Inderdaad, ik had nog niet beantwoord waarom pas nu die evaluatie. Dat is ook de vraag van de heer Middelkamp. Gewoon, hoe moeten we nou de evaluatie zien, hè, in dat hele proces? We hadden de hoop dat de evaluatie ons voldoende voeding zou geven voor een totaalverhaal. Maar de evaluatie, in tegendeel, gaf ons juist meer voeding voor van, goh jongens, hier zitten zulke fundamentele dingen in. Hier moeten we echt mee aan de bak. En dat gaat nog wat kosten in tijd. Dat betekent dat we nu even een probleem hebben, want het inkoopproces loopt. Dus ook naar de Middelkamp toe. Het evaluatieverhaal, dat komt bij het inhoudelijke verhaal. Logisch. Want de evaluatie geeft een opmaat voor wat je vindt inhoudelijk van het hele verhaal. En wat je straks wil. Nou, dus dat hoort daarbij. Dus dat is een antwoord op uw vraag. De essentiële vragen van mevrouw Schunzel heeft u goed verwoord. Het gaat inderdaad over een aantal dingen die zo fundamenteel zijn dat we daar ook de tijd voor willen nemen. Dus inderdaad, parkeert u uw vragen maar. En ik heb er alle vertrouwen in dat die vragen niet alleen worden gesteld, maar hopelijk ook naar genoegen kunnen worden beantwoord. Als dan. Ten slotte, de heer Middelkamp, van goh, maar wat zeggen we nou precies ja tegen? Gaat het nou eigenlijk alleen puur over het contracteren en inkoop? En niet de monitoring, et cetera. En de procesvoering daarbij. Het hart is de inkoop en de contractering. Hè. De BVO is een administratiekantoor, om het zo maar eens te zeggen. Daar hoort een stukje monitoring en facturering bij. Maar we hebben ook al besproken dat daar waar je meer effectiviteit kan bereiken, je zo soepel moet zijn om dat waar mogelijk te veranderen. En juist op het punt wat hij zelf duidde, hè, de ICT, zou het wel eens kunnen zijn, als gevolg daarvan, dat de facturering bijvoorbeeld bij Steenwijkerland, Ommen en Hardenberg komt. Dat zou een uitwerking kunnen zijn. Dus zo moet hij dat zien. Ik hoop dat dat eerst voldoende is. Dank u wel. Dan zal ik het raadsvoorstel nog eens een keer voorlezen. In te stemmen met het verlenging van de regionale samenwerking op het terrein van inkoop, jeugdhulp en contractmanagement voor de duur van 1 jaar. Kan dat als hamerstuk naar de raad? Aldus besloten.
Dan gaan we over naar agenda punt 6. Lokaal gezondheidsbeleid, gezond en vitaal in Ommen, dat doen we samen. Wie wenst daarover het woord? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Op zich denken we dat we de notitie dat we daar in grote mate in kunnen vinden. We hebben wel wat vragen als het gaat om, laten we zeggen, wat verduidelijking. Allereerst misschien een omissie, maar alcoholverkoop aan 18 min te minimaliseren. Ja, volgens ons mag je überhaupt geen alcohol verkopen aan 18 min. Dan de hele discussie met betrekking tot combinatiefunctionarissen. Het komt meermaals terug in het verhaal. En daarvoor hebben we gezegd, dan gaan wij na de zomerreces gaan we dat evalueren. Dus ja, hoe past het nu in als we dit verhaal zeg maar door laten gaan naar de raad? Hoe gaan we met dit aspect om? En de rest zijn wat meer pragmatische punten. Daar wil ik het voorlopig even bij laten, voorzitter. Mevrouw Schutselaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is door wethouder Schelen in de notitie een vraag gesteld in het voorwoord. Doet u mee? Nou, ik zal zeggen ja, ik doe mee. Ik denk, dan heeft u gelijk mijn antwoord ook wel. Maar ik heb toch een paar inhoudelijke vragen. Als je het raadsvoorstel leest, dan hebben we het over de doelgroepen jeugd en ouderen. Maar waarom is daarvoor gekozen, jeugd en ouderen? Ik kan me niet voorstellen dat de gezondheidsproblemen alleen daar zijn. Dus ik zou daar graag een antwoord over willen horen. Ik lees over het alcoholgebruik. Te veel. Overgewicht, roken, bewegen, depressies, diabetes, etc. Wat ik mis in het hele stuk, het is één keer is het woord genoemd, is de drugsverslaving. En dat is toch wel een essentieel iets, want wij kunnen wel denken dat dit niet is in Ommen. En waarom dan wel elders? Dus ik zou daar toch nog wel aandacht voor willen vragen. In elk geval de vraag beantwoord willen zien, waarom is dit niet meegenomen? Dan wordt er gesproken over diabetes. Nou, we weten best dat het een probleem is. Alleen in dit stuk staat gewoon puur diabetes. En ik zou het er toch voor willen pleiten om dat compleet te maken. Want we praten over twee soorten diabetes. In dit geval is het diabetes 2. Althans ga ik ervoor uit het type 2 dat dit hiermee bedoeld wordt. Want dat zal veroorzaakt kunnen worden door overgewicht, weinig beweging, ouderdom en erfelijke aandoeningen. Mevrouw Machteld Huber. Nou, daar heb ik eens nagekeken wie dat is, want er wordt een naam genoemd in het stuk. Ik zou graag in zo'n stuk willen zien dat het ook aangeduid wordt wie het dan precies is. Dan in het kader van preventie om te komen tot een gezond leven en leefomgeving wordt het bedrijfsleven in het rapport genoemd. Alleen wordt het project Vechtal Vitaal Polis genoemd en de werkgever, dus de bestuursdienst Om Hardenberg genoemd. En ik mis eigenlijk de OVO naar HVO hier. Is dit bewust niet gedaan of is dat gewoon een omissie geweest? Over de combinatiefunctionaris dus is er wat over gezegd, dus daar wacht ik even het antwoord af. En opmerkelijk is het dat de meeste inwoners van Ommen van mening zijn dat er sprake is van een goede gezondheid. Maar 1/5 heeft een minder goede psychische gezondheid. Ik vind dat best zorgelijk. Mijn vraag is dan ook, wat gaan we daaraan doen? En praten we, maar we praten over gezondheid zowel lichamelijk als psychisch. Noem dan ook dat de meeste inwoners van Ommen een goede lichamelijke gezondheid hebben. In dit stuk voel ik daar een verwarring in. En als je dan elders kijkt dat 1/5, dus 20% van de jongeren ook nog psychisch ongezond is. En in de bijlage verder lees ik weer dat het een percentage is van 14%. Dan zou ik daar toch wel eens graag een aansluiting willen hebben. Want ene keer is het 20%, dan is het 14%. Dus graag helderheid hierover. En dan ook wat de definitie is van psychisch ongezond. Dan staat er in het rapport onder het hoofdstuk preventieve
opvoedingsondersteuning, de lokale afstemming van, het pedagogische leefklimaat voor het jonge kind. Kind middels een structurele aanpak, het Kindplein West-Ommen. En dat begrijp ik niet. Kindplein West-Ommen hebben we nog niet eens. Maar betekent dit dan dat deze structurele aanpak niet van toepassing is voor andere scholen? Het rapport moet natuurlijk wel toekomstgericht zijn, maar dit is wel erg toekomstgericht. Als we verder gaan naar dat alcoholmatigingsbeleid, wordt ons inziens te veel ingegaan op alleen op de jongeren. We doen de jongeren, nou, meneer Bongers die had al iets over van 18 min, ja inderdaad, je mogen geen alcohol hebben. Maar we doen ze bij evenementen wel een polsbandje om. En daarmee hebben we het gedaan. Klaar. We geven ook nog voorlichting op scholen. De verslavingszorg doet dat en HALT doet dat. Maar hoe bereiken we de jongeren die niet op scholen zitten of elders? Want daar zal ook een probleem zijn. Dus hoe worden die benaderd? Wat ik eigenlijk mis... U gaat samen met ouderen, welzijns- en zorgpartijen ervoor zorgen voor een gezondheidsbevordering, gezondheidsvaardigheden en een krachtig ouder worden. Maar ik mis hierin gewoon plannen. Hoe gaan we dat doen? Het is zeggen, we gaan het doen, maar hoe? Dat vind ik veel interessanter. Er wordt wel gezegd dat we dat samen gaan doen. Maar ik mis ook daarin de inzet van bijvoorbeeld plaatselijk belangen, buurtverenigingen, kerken of wat dan ook. En als je naar het thema gaat, eenzaamheid en ontmoeting, dan worden die groepering die ik net genoemd heb, plaatselijk belangen, kerk, etc., die worden daar wel genoemd. Nou, een aardig ding als je bij het thema sport en beweging gericht op ouderen, als je dat leest, nou, dat is interessant, dat is leuk, dan zie je daarna een foto staan van drie shoppende jonge dames. Nou, je kunt bewegen wat je wilt en sporten wat je wilt, maar dat bereiken we niet meer. Althans, ik niet. Ja, wel shoppen, maar niet zo uitzien. Dus kijk even naar die foto. Want dat wekt zulke illusies en dan ja, heeft hij een probleem. In die bijlagen hebben we dus cijfers. En als je goed kijkt, dan zijn dat cijfers uit verschillende jaren. De ene is van het jaar 2013, 2015, 2012 en 2011. Met de verschillende categorieën. Ik mis dan eigenlijk gewoon die aansluiting daarop. Waarom is dat zo gedaan? De kinderen 2013, de jongeren 2015, volwassenen 2012 en de ouderen hebben nog cijfers uit 2011. In de bijlagen. Ja, in de bijlagen staat hier. En dan, als we dan pakken in de bijlage 2, u heeft hem al in de printvorm, maar dan wordt het lastiger. Dan pakken we de terugkoppeling bijeenkomst gezondheid en vitaliteit. Onze vraag is eigenlijk, wie waren hiervoor uitgenodigd en wie waren er aanwezig? Waren er jongeren of waren er ouderen? En hoe verhoudt dan het aantal aanwezigen zich met de diverse categorieën? Het is best interessant om dat te weten. Dan op pagina 28 van de notitie, dan praten we over het buitengebied, dat moet je ook lepen houden. Dan zou ik graag een zinsnede aan toegevoegd willen hebben van het bereikbaar houden met behulp van openbaar vervoer in het buitengebied. Je kunt alles daar willen doen, maar als de mensen daar niet van hun stek afkomen, dan hebben we toch een probleem. Iets verderop, dat is een aardige zin, moet u maar eens even naar kijken, daar staat speeltoestellen voor ouderen. Nou, we hebben al geshopt en dan speeltoestellen voor ouderen, dus kijk er eventjes naar. En tot slot, huisvestingsaanbod. Waarom, dat is mijn vraag, laatste vraag, waarom draagt het verblijven op de recreatieparken niet, waarom draagt het niet aan bij, iemands gezondheid en iemands vitaliteit? Die koppeling snap ik niet. En daar zou ik graag ook een antwoord op willen hebben, want dat staat praktisch helemaal aan het einde van het rapport. Dank u wel. Ik had u gemist bij mijn inventarisatie. Ik had u wel. Maar het woord is aan de heer Moerman. Ja, voorzitter. Alcoholverbod onder 18 is al gevraagd. Combinatiefunctionaris is al gevraagd. Verder hebben wij geen opmerking bij het rapport. Ik zou daarna de participatieraad hier uitdrukkelijk bij betrekken. Dat lijkt mij bijzonder zinvol.
Wel even, er kan wat verwarring zijn over de argument 3. Er staat een kopje, gezondheidsbevordering doen wij in samenwerking met inwoners en lokale partijen. Nou, ik weet dat de LPO een hele sportieve partij is, maar waarom niet andere partijen daarbij betrekken? Ja, en ik heb toch even een algemene opmerking. We gaan op naar een gezonde leefstijl en dergelijke. En wat iets meer zijn. Nu hadden we een paar weken geleden een bijeenkomst over het centrum in Ommen. Over de aanleg van allerlei extra parkeerplaatsen. En volgens mij heeft D66 toen ook al een aantal opmerkingen gemaakt. Enerzijds willen wij gezonde leefstijl propageren en wat iets meer zijn. Anderzijds gaan wij dus zoveel mogelijk parkeerplaatsen aanleggen vlakbij het centrum, zodat de mensen minder ver hoeven te lopen. Dus er zit een bepaalde contradictie op in en ik snap hem ook wel. Maar ja, hoe is dat uit te leggen? Dat is wel even een vraag. Nee, verder hebben wij geen vragen. Mevrouw Wennaars. Dank u wel, voorzitter. Vanuit D66 zijn we erg blij dat dit goed wordt opgepakt. Dit onderwerp staat sowieso voor gezondheid. Toen ik aan het lezen ben gekomen, vond ik het wel wat karig beschreven allemaal. Ik snap dat het strategisch is, maar ik kreeg een beetje een ver weg van mijn bed gevoel. Het komt volgens mij concreter en ook een aantal punten die naar voren kwamen van ik denk, dat hebben we al besproken en moet misschien nog even verder bijgewerkt worden. Waaronder het eerste punt waar ik op stuitte was van de AED's. Er wordt aangegeven dat de EHBO aangeeft dat ze vervangen moeten worden. En we hebben vorige week in de kadernoten afgesproken dat we het een jaar uitstellen. Nu snap ik dat in een stukje staat dat het nog besproken zal worden met de EHBO. Maar dat het in dit stuk al wel gaat aangepast worden voor de raadsvergadering lijkt mij dat het dus wel in de kadernoten is opgenomen. Dat het de aankomende jaar niet vervangen gaat worden. Daarbij wil ik de kanttekening geven dat het is een hot item, AED's momenteel. De Hartstichting heeft laatst weer een oproep over gedaan. Ik weet dat wij vanaf het begin dat wij ze hebben er al eens gekeken naar van hoe kunnen wij ze naar buiten brengen. En dat het ook toegankelijk is, dat ze niet alleen binnen hangen tijdens kantooruren, maar dat ze ook buiten kantooruren gebruikt kunnen worden. Er is een 6-minuten regeling, die geldt alleen voor de AED's die 24 uur per dag beschikbaar zijn, toegankelijk zijn zonder slot. Ik kon op de RBO-site niet direct vinden in hoeverre wij in de gehele gemeente Ommen hieraan voldoen of alleen in wijken. Of daar eens goed naar gekeken kan worden en hoe wij als gemeente Ommen daar ook misschien beter op in kunnen spelen. Of misschien tegenwoordig ook eens kunnen gaan kijken van hey, kunnen wij al van toen het onderzoek met vandalisme, hoe staat het tegenwoordig nu er tegenover? Kunnen we misschien wel meer naar buiten? Kunnen we daar een stap in nemen? Dat zijn stukjes die ik mis in dit soort zaken om naar voren te komen. Wat ik een fijne vond was inderdaad voor de alcohol, de preventie en handhaving die wordt gedaan. Ik miste wel een stuk hoe jongeren actief betrokken worden om zelf na te denken over om niet te drinken. Voor hun 18e, door een positieve inzet te geven van bijvoorbeeld van nou, hoe kan ik morgen mijn dag van gisteren herinneren zonder hoofdpijn te hebben en gekke dingen te hebben gedaan, omdat ik juist geen alcohol heb gedronken. Of misschien kan er eens een keer slim gekeken worden naar van hoe kunnen we frisdrank goedkoper maken dan alcoholische dranken, om het op die manier anders aantrekkelijk te maken. Hele simpele oplossing, want ik zie altijd hetzelfde terugkomen en ik mis de vernieuwing in dit soort dingen. Even kijken, een stukje was over de preventie ouderengezondheidszorg. Later staat een heel in stuk van willen invulling geven en hoe gaan we dat doen. Maar ik had een beetje het idee wat het een wildgegrepen plan was en totaal geen concretiseringen zit. En daar zou ik wat meer tijdspad in willen zien. Zodat het duidelijk wordt dat het voor 2019 niet alleen bekeken is van wat kunnen we gaan doen, maar dat het ook ingezet is. Want zoals in het begin van het stuk wordt gezegd, gezondheid blijft en de mens blijft continu veranderen. We moeten mee en als we alleen maar gaan kijken van wat kunnen we veranderen, blijven we achter de feiten aanlopen. Dus het moet gewoon geconcretiseerd worden, ook strategisch, om het sneller in te zetten. Dan in de bijlagen, bij bijlage 1 inderdaad, wordt bij de kinderen van 0 tot 22 jaar... 0 tot 12 jaar, sorry, van 0 tot 12 jaar de kinderen. Verbaasde mij een stukje dat het pesten is gestegen in de afgelopen 4 jaar van daarin. Toch best wel fors. Ik denk, ja, terwijl we er zoveel aan hebben gedaan, waarom is het daar gestegen? Hoe kan dat? Hoe kunnen we dit gaan aanpakken? Daar heb ik verder het hele rapport niks over gelezen. Bij de bijlagen staat ook... dat de gezonde inzet, ze kijken,
dat er is 11% daling in het dagelijkse groente eten bij de kinderen. Hoe kan dit? Ik snap wel dat we gezond willen eten en overgewicht, maar als je kijkt naar van het overgewicht is in principe een percentage gelijk gebleven, maar we eten wel minder dagelijks groente. Dat zijn toch ook dingen van, nou, dat zijn dan wel weer de concrete aanvullingen die ik mis in dit stuk. Tot zover. Bedankt. De fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, goede gezondheid is, zou ik kunnen zeggen, het voornaamste goed. En dat geldt voor alle leeftijden. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan jeugd, dat is niet voorbehouden aan ouderen. Maar ook de groep daartussenin heeft daar net zoveel mee te maken. En als je dan ziet dat we inzicht willen hebben en verbeteren in de gezondheidssituatie van onze inwoners, dan pakken we eigenlijk alle inwoners van ommen, zou je kunnen lezen. En alles wat we daar doen is goed. En vervolgens zien we dat er voor de jeugd wat specifieke zaken worden uitgelicht, hè, als een soort van speerpunt. Nou, daar is natuurlijk ook niks op tegen. En het wordt wat ons betreft een beetje vager en dat had stukken concreter gemogen. Daar waar het gaat op meer inzet op preventieve ouderenzorg. In eerste instantie moesten we even wennen aan het idee van preventieve ouderenzorg. Wat bedoel je daarmee? Wil je voorkomen dat de inwoners van Ommen ouder worden? En je kent het gezegde, met ouderdom komen gebreken en zo, willen we dat dan proberen te voorkomen? En als je dan leest wat daar staat, dan willen we wel iets met eenzaamheid en dergelijke. Maar voorzitter, we doen er lachen om, maar het is wel een heel serieus onderwerp. Het is het voornaamste goed, zou je kunnen zeggen. Dus wat ons betreft had dat wel, en dat is al eerder genoemd, een stuk concreter gemogen van wat gaan we daar nou precies mee doen? En het is weliswaar een beleidsstuk, maar probeer het dan niet te wollig te maken als je er niks anders over te zeggen hebt wat ons betreft. Voorzitter, dat was ons inbreng. Mevrouw Makkega. Ja, voorzitter, er is al veel gezegd over de nota en ik zit even te kijken van welke punten wij nog als toevoeging willen inbrengen. In ieder geval wel waardering dat in dit lokaal gezondheidsbeleid vooral gekozen is voor die integrale aanpak. En dat vinden wij op zich heel goed dat je inderdaad verbindingen legt met andere beleidsterreinen, want dat is denk ik een belangrijke. Over de combinatiefunctionaris heeft de LPO en anderen ook al iets gezegd. Het verbaast ons wel dat de evaluatie hier al is geweest en daarop besloten is om het voor te zetten. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat nou precies zit. Vital Vechtal, VVD, heeft daar net al iets over genoemd. Ik wil daar nog aanvullen met vooral de vraag van welke interventies doen wij nu als gemeente om de inwoners er actief bij te betrekken. Het is een heel mooi project en ik denk dat het ook hartstikke goed is om Vital Vechtal te blijven ondersteunen en voor te zetten. Maar ik heb het idee dat het nog vooral een ding is van de organisaties en nog niet van inwoners. En welke interventies doen we daar op? De AID's, D66 heeft daar al het een en ander over gezegd. Inderdaad, hoe zit dat nou precies? Wel vervangen, niet vervangen? En dan kom ik bij een aantal punten en dat sluit ook aan op vooral de vraag van hoe. Wat ik wat mis in dit hele plan is van, zijn goede intenties, maar komt er nu een stappenplan, een actieplan, een tijdsplan of wie, wat, waar, wanneer. Zodat we inderdaad datgene wat wij voor ogen hebben ook realiseren, althans stappen daarin zetten. En ik denk, de participatieraad is betrokken bij deze nota en heeft daar ook positief op geadviseerd. Wat ik denk ik nog een verdiepingsslag zou vinden, als u naast de participatieraad ook wat directe oude organisaties bijvoorbeeld betrekt bij die uitwerking van dat beleid. Want dan weet je, of dan heb je het met de mensen die het betreft erover. En hetzelfde geldt voor jongeren en nou, andere groepen, belangenorganisaties, et cetera. Nog twee andere punten, voorzitter. Dat is de welzijnsorganisaties. Daar staat er iets over landsteden in combinatie met kinderopvang. Maar doet landsteden ook bij de andere activiteiten actief mee, ja of nee? Verbinding van het lokaal gezondheidsbeleid en het hele transformatieproces waar we aanstaande maandag over een eerste voorzet voor hebben. Hoe zit dat? Middelen gebruikt is door de VVD al benoemd. Nou, dat stappenplan. Oh ja, en gisteren was ik op het gezondheidscongres georganiseerd door het Trendbureau Overijssel. En dat was een van de workshops, was ook over het VN-verdrag. Het staat hier ook in genoemd. En daar werd nogal benadrukt inderdaad om ervaringsdeskundigen, in dit geval mensen met een lichamelijke beperking, maar dat kun je uitbreiden, om die echt te betrekken bij de uitwerking van het beleid rondom het VN-verdrag. En ik zou daar ook hiervoor voor willen pleiten bij die uitwerking.
In de bijlagen staat ook het een en ander over armoedebeleid. En toevallig was ook vandaag weer op het nieuws dat mensen met een beperkt budget of met schulden, dat het ook weer vaak doorwerking heeft op de gezondheid. Dus ik zou daar ook graag van, hoe wordt daar verbinding gelegd ook met de werkgroep die we hier in Olmen Samen Sterk daarvoor hebben. En tot slot, voorzitter, de beweegtoestellen voor ouderen. Er wordt soms wat lachen erover gedaan, werd net ook weer. Maar ik was vorig jaar op vakantie in Spanje. En daar heb ik toch ontzettend mooie voorbeelden gezien van beweegtoestellen. Waarin langs de boulevard, langs de Middellandse Zee was dat in dit geval, toestellen staan. En waar, Rini, niet lachen. Waar ouderen inderdaad gewoon gezellig, maar ook actief bewegen. En ik zie dat zo voor me hier bij ons aan de Vecht. Van die toestellen langs de boulevard waarin je gebruik kunt maken en waarin dus je op een hele natuurlijke manier kunt bewegen. En ik denk van, ik heb gisteren eens even gebeld gesproken met iemand van de oudere bonden hier in onze mooie plek. En zeg, wat zouden jullie daarvoor voelen? Zij zouden daar zeker voor voelen, want de tuin achter fysiotherapeutisch centrum is toch wat minder toegankelijk. Om bijvoorbeeld samen met een doeluitkering of een doelsubsidie van de provincie de oude organisaties hier initiatief toe te nemen. En ik zie mij daar echt wel bewegen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier hele mooie plaatjes. En dan kan ik ze nog. Ik heb ze foto's gemaakt. Trouwens, mag ik nog één opmerking voor ze maken? Wat mij wel bijzonder trof. Rini had het net over een foto van jonge dames. En als we kijken op pagina 10, deze mooie foto. Dat is mijn schoonzus en zwager. Toch ook bijzonder. Als u voorzitter, wil ik u er nog eens een keer op wijzen dat het ook mogelijk is om technische vragen te stellen. Want ik vind sommige vragen wel erg veel in detail gaan. En die lenen zich er misschien wel voor om via de ambtelijke weg beantwoord te worden. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, ik zal niet zeggen dat ik dan geen antwoorden meer heb. Want dan zou ik toch de bijdrage van de raadsleden wat onrecht aandoen. Laat ik gewoon successievelijk zoveel als mogelijk nalopen. De heer Bongers heeft natuurlijk volkomen gelijk. Alcoholverkoop 18, dat moet terug naar nul. Want het is gewoon verboden. Wat hier bedoeld is natuurlijk dat we alle acties gaan inzetten om dat te bewerkstelligen. Het verhaal van de combinatiefunctionaris, dat is inderdaad een ingewikkeld vraagstuk. Het is zo dat wij vanuit de scholen positieve geluiden hebben gehoord. Dus we hadden het beeld van vooruitlopend op de echte evaluatie, van nou, het is wel waarschijnlijk wel verstandig om deze combinatiefunctionaris te continueren. Ook al omdat het preventief beleid is. Hè, en we willen juist toe naar meer preventief beleid. Ook indachtig wat er in de gemeenteraad besproken is, moeten we daar nu nog even op een andere manier naar kijken. We zullen indringender met de organisaties gaan praten over van, goh, de echte meerwaarde, hè, en wat is het jullie waard? En twee, we kunnen ook nog binnen de gemeente zelf kijken van, oké, maar als het dan preventief is, dan kunnen we ook kijken of dat een stukje van de transformatie en de transformatieagenda kan innemen. Nou, daar komen we uiteraard nog over te spreken. Maar u heeft volkomen gelijk, die zaken hebben elkaar enigszins gekruist, hè, want de nood was klaar op het moment dat we het gesprek in de raad hadden. Mevrouw Schunscha had inderdaad heel veel vragen. Ik ga ze ook dus niet allemaal beantwoorden. Maar ik ga in ieder geval een poging maken. In ieder geval blij dat u meedoet. En ik heb wel uit de reacties van anderen gehoord dat ze dat ook doen. Een algemene punt was, en het is ook door anderen gezegd, van ja, goh, moet je nou alleen jeugd en ouderen of is het juist voor iedereen? Dat zei de heer Middelkamp ook. Ja, uiteraard is gezondheidsbeleid niet beperkt tot. Maar juist op verzoek van huisarts, GGD, moet je wel ook prioriteiten stellen. En als je dan in je acties prioriteiten stelt, nou, dan zijn dit wel de twee groepen die zich het meest daarvoor lenen. De ene, de jeugd, juist omdat een aantal punten gewoon daar gescoord kunnen worden. Obesitas is er zo'n duidelijke. En ouderen, nou, dat is ook al bekend natuurlijk van alles wat we investeren daar in preventieve gezondheid. Dat halen we er dubbel en dwars uit als het gaat om de kosten van de zorg. Maar goed, dat wil dus niet betekenen dat wij verder niets doen. Mevrouw Schunselaar miste de actiepunt van de drugsverslaving. Dat heeft u goed gezien. Ik heb dat ook bevraagd op de GGD.
En hun stelling is van, behalve de reguliere programma's die er altijd zijn, is er op dit moment, op basis van de informatie die zij hebben, geen reden om daar extra inspanning op te doen. Maar ik vind het wel een dusdanig belangrijk punt dat ik graag bereid ben om nog voor de raadsvergadering daar navraag naar te doen, om daar even de punt op die te krijgen. Diabetes heeft u gelijk in, het gaat alleen om categorie 2. Dan de betrokkenheid van werkgeversorganisatie. Goede suggesties om OVO en HVO te betrekken. Ik moet aan de andere kant wel zeggen dat maatschappelijke organisaties ook wel af en toe zijn rem zetten op van, goh, worden we daar ook weer bij betrokken en daar ook weer bij betrokken. Hè? Nou ja, plus en minnen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat we in het kader van Vitaal Vecht al een apart spoor hebben alleen voor werknemers. En het spreekt voor zich dat als we daar acties op hebben, dat we daar heel specifiek met ze over praten. Misschien is dat handiger dan over een algemeen beleidsstuk met deze te praten. Dan had u zeg maar de preventieve ondersteuning en het kindplein West, hè, van regeren is vooruitzien, dat klopt. Maar je hebt volkomen gelijk, het kan niet waar zijn dat het alleen op het kindplein West, als dat tot stand komt en wanneer dat tot stand komt, dat het daar gebeurt. We hebben alleen daarmee willen zeggen dat de samenwerking, het is niet zozeer het kindplein West zelf, maar de samenwerking van die drie scholen, die gaat nou juist op een aantal punten waar we hier mee van doen hebben. En daar is winst te behalen. Want op het moment dat die drie scholen zeg maar, juist aan de voorkant zeg maar, met gezondheidsbeleid bezig gaan en actief ermee aan, dan kunnen we ze ook helpen. Daar zit de winst. Daar zit sowieso de winst en innovatie van dit type van samenwerking. Want we willen toch toe naar de vorming, gezondheid, opvoeden en opgroeien van nul tot gegeven leeftijd. Nou, en daar zitten de kansen. U vroeg nog naar het alcoholmatig beleid. Doen we meer dan polsbandjes? En hoe krijgen we nou de jeugd echt daarbij in beweging? Nou ja, ik vind het buitengemeen goed dat we juist buiten de scholen gaan kijken. En wat ik erg goed vind is dat juist de mensen van het Explosion Festival bij mij zijn gekomen. Zeggen van, goh, we hebben gehoord van alcoholmatig beleid. Wij willen eraan meedoen. Wij nemen het initiatief om met die bandjes te komen. Nou, daar hebben ze graag in ondersteund en uiteraard ook een financiële bijdrage doen. Kijk, dat als zij komen en op zo'n festival wordt daar de aandacht aan gegeven, dan is dat prima. Zo moeten we het ook doen. Want daar komen de jongeren en daar zijn ze ook meer bereikbaar, waarschijnlijk dan in abstracte situaties op school. Dan een algemener punt nog, en dat is door meerdere gezegd, van ja, het is een strategische nota, hè, dus heel veel van de hoe-vragen liggen nog voor. Heeft hij allemaal groot gelijk in. Er komt dus nog een uitvoeringsplan. En natuurlijk wordt daar de participatieraad bij betrokken. Dat hebben we ook met ze afgesproken. Sterker nog, ze zeiden ook van, goh, dat geeft ook mogelijkheden om juist breder instanties te betrekken. Ik heb bijvoorbeeld gehoord de suggestie om de plaatselijke belangen er ook echt in te trekken. Nou, we hebben in onze participatieraad ook vertegenwoordigers van de PB's, als het ware, betrokken. Zoals van de kerk en et cetera. Dus dat is gewoon een geweldige kans en dat gaan we ook zeker doen. Nou, dan waren er nog een paar kleine technische dingen. En inderdaad, het spelen voor ouderen. Ach, ze kunnen niet allemaal basketballen. Dus ik vind het idee van mevrouw... Waar is het nou van mevrouw? Mag ik gaan? Ja, u wou het aan de vecht, hè? Ja, ik vind het een leuk idee. Ja. Dan, de heer Moerman. De participatieraad die wordt dus actief betrokken. Wat bedoel ik met lokale partijen? Ja, dat gaat verder dan de LPO. Hoewel ik wel eens een gemeenteraadslid van de LPO heb mogen aanmoedigen bij een station tot stationsloop. Dus dat is een goed voorbeeld. Ik zou zeggen, daar kunt u allemaal uw voordeel mee doen. Maar het is breder bedoeld. U heeft natuurlijk gelijk dat er spanning is met de gezonde leefstijl en andere beleidsvraagstukken zoals als parkeren. Houdt u ons maar ten goede dat we natuurlijk ook blijven investeren in wandelpaden en fietspaden. Mevrouw Wergers, u had ook met name het fundamentele punt, hè, want het is redelijk abstract, concreet, er moet een uitvaringsplan komen. Misschien is het ook wel een idee, ik denk dat ambtelijk dat niet wordt geadviseerd, maar om zeg maar het uitvoeringsplan, als dat klaar is, hè, en besproken is, u ook de informatie toe te sturen en dan heeft u ook een beetje een beeld hoe het gaat. Dan de AED's, daar hebben we inderdaad in de raad over gesproken. U deed ook een paar hele goede suggesties, de 6 minuten regeling, het vandalisme. Maar we hebben nog het gesprek met de EHBO-vereniging. Ik zal dus in dat gesprek dat inbrengen en dan kunnen we daar ook ons voordeel mee doen. Bedoeling is natuurlijk dat we dan zicht krijgen op wat is nou precies nodig bij die AED's, ook voor het jaar 2018.
jongeren actief betrekken. U mist daar toch een stukje innovatie. Ik bedoel, ik ga het niet mooier maken dan het is. We hebben natuurlijk een poging gedaan, ook met de participatieraad en ook de jongerendeel daarin, hè, om daar een aantal vernieuwende impulsen te krijgen. Het is blijkbaar heel ingewikkeld om daar hele vernieuwende ideeën in te krijgen. Aan de andere kant, we zijn op een aantal dingen best wel vooruit gegaan. Hè? Dus bepaalde typen van alcoholgebruik hebben we inderdaad weten te verbeteren. Hè? Men drinkt later, om maar zo één te noemen. Nou, dat is ook wel een beetje met heerszee van jongeren. Hè? Die elkaar er ook in tussen aanhalingstekens opvoeden. Het is allemaal misschien niet erg flonkerend en sexy, maar het werkt wel. Maar wij staan natuurlijk graag open voor elke... Mooi idee daarop. U vroeg ook om een tijdpad voor ouderen en dergelijke. Nou, op één punt kan ik u wel geruststellen. Daar wordt heel veel aandacht gegeven. Ik was eigenlijk van plan om dat in de vorm van een mededeling met de raad te doen. We hebben gisteren het convenant actief samenwerken aan integrale zorg en ondersteuning dichtbij mogen tekenen. Dat is een convenant van de gemeenten in de subregio. Dat zijn er 8. En Zilveren Kruis Achmea. En wij hebben afgesproken om tot 2020 wat concreter te gaan samenwerken op een aantal punten. We hebben daar zelfs een concrete werkagenda bij gemaakt. En daar zijn ouderen en ouderen met een beperking in centraal gesteld. Nou, ik zal die informatie u natuurlijk doen toekomen. En dan ziet u ook van dat op dat punt wel degelijk stappen worden gemaakt. Het punt van pesten. Ja, dat heeft te maken, hè, met de psychische gezondheid. Dat is ook een punt trouwens wat mevrouw Schunselaar... dat is eigenlijk, als je nou op de keper beschrijft van wat is nou het meest opvallend van die hele GGD-monitor, dat is dat de psychische gezondheid echt een item aan het worden is. Zowel voor de jongen als voor de ouderen. En daar moeten we inderdaad mee aan de bak. Daarom is er ook het verhaal van de eenzaamheid een centraal punt geworden. En we gaan inderdaad met de lokale partijen, niet zijnde de LPO, gaan we aan de slag. Om dat probleem op te pakken. We hebben gelukkig al een uitstekende werkgroep waar zowel de huisartsen als de welzijnsorganisaties als de gemeente samen doen in vertegenwoordigd zijn. En daar, ik denk dat die aanpak kan lonen. Nou, de heer Middelkamp had ook het verhaal van de prioriteitsstelling voor alle leeftijden, vraagteken. Ook u had het verhaal van de preventieve ouderenzorg. Dus nou ja, ik denk dat het verhaal van de ondertekende convenant voor u ook interessant kan zijn. Dan mevrouw Makkinga. Ja, het punt van de combinatiefunctionaris heb ik denk ik al benoemd. Concrete suggestie om inwoners erbij te betrekken. Kijk, via Vitaal Vechtdal is dat misschien wel een extra mogelijkheid. Wat je ziet bij Vitaal Vechtdal is dat daar een corporatie zeg maar, is opgezet. En men wil in feite via de polis mensen verenigen. En dat vind ik een hele interessante beweging. Dat wordt de manier, een toekomstige manier denk ik, om mensen te binden op zorg. En hun eigen zorgvraag te formuleren. En ook te bepalen wat ze eigenlijk willen inkopen. Nou, dat gaat mondjesmaat hoor. Dat is een kwestie van jaren. Maar als beweging heel interessant. Ook u had het over de AED's, ik denk dat dat klaar is. Ook u zei natuurlijk van, goh, stappenplan, actieplan, participatieraad, ik denk dat ik dat al genoemd heb. U had daarbij ook nog de suggestie om de oudere organisaties daarbij direct te betrekken. Vind ik een uitstekende suggestie, die zullen we ook zeker doen. Welzijnsorganisaties, Landsteden is inderdaad breed hierbij betrokken, dus niet alleen op basis van het jongerenwerk. Dan de binding met de transformatie. Spreekt voor zich. Maandag praten we verder over de transformatie. En het zal duidelijk zijn dat de items die hierin benoemd zijn, daarin ook hun plek krijgen. Ervaringsdeskundigen betrekken bij het hele proces. Ook een uitstekende suggestie. Gebeurt overigens ook al. We hebben bijvoorbeeld natuurlijk in onze participatieraad, onder andere via het oog, ook onze ervaringsdeskundigen. Maar het kan ook breder. Ik zal eens even kijken hoe we dat praktisch kunnen doen. Armoede, schulden. Heeft ook een betekenis voor gezondheid, dat is waar. We hebben zeer binnenkort ook de evaluatie van het minimabeleid, het armoedebeleid. En nou ja, dan kunnen we ook even kijken van hoe dat op elkaar belegd is. En tenslotte uw suggestie voor de beweegtoestellen. We zullen eens kijken of we een plekje aan de vecht weten te organiseren. Dank u wel. Dag mee. Bij de vaststelling van de begroting komt er vast wel een voorstel. Wie wenst in tweede termijn het woord?
De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit een beetje met dezelfde problematiek als bij het vorige punt. Van als we deze nota vaststellen, terwijl er nog een aantal punten zijn die we nog met elkaar moeten bediscussiëren, zoals de combinatiefunctionarissen. Dus enerzijds zou het wat ons betreft als een hamerstuk naar de raad kunnen. Anderzijds kunnen we nog niet integraal vaststellen als we nog een aantal punten met elkaar gaan bespreken. Dus hoe gaan we daar verder mee, voorzitter? Mevrouw Schunselaar. Ja, ik ben toch wel getriggerd door de opmerking wat de wethouder zei over drugsproblematiek. Ik ben heel geïnteresseerd in waarom is het niet meegenomen. Want ik ben de laatste tijd, ik heb het een aantal keren gezien via tv, dat een groot probleem is in Vriezenveen. Een groot probleem is in Glanenbrug. Nou, dan denk ik, waarom niet in Ommen? Dus ik vind dat wel van essentieel belang dat het gewoon genoemd wordt. En een aantal zaken heeft de wethouder niet op gereageerd. Ik laat dat weer eventjes, daar kom ik verder wel achter. Dat zijn niet de meest essentiële zaken. Maar wat de heer Bongers ook zei, ja, een aantal zaken moeten gewoon aangepast worden. En hoe gaan we daarmee om? Want als je dat gewoon dus in de raad al doet, dan ik pak je even het punt. Een klein voorbeeldje, diabetes. Zet er alsjeblieft 2 achter, type 2 achter. Want nu lijkt er dat iedereen door die diabetes heeft, dat het komt omdat men te zwaar is. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik vind de zorgvuldigheid in een rapport is gewoon wel heel belangrijk. Dank u wel. Wethouder Schelen. Ja, dank u wel. Laat ik beginnen met mevrouw Schunselaar. Kijk, ik denk dat het op het punt van diabetes 2, lijkt me geen enkel punt om die 2 erachter te voegen. Dat lijkt me ook de enige toespitsing in het rapport die echt een verandering met zich meebrengt. Op het punt van de combinatiefunctionaris, namelijk dat is een fundamenteel punt wat de heer Bongers terecht maakte. Op het punt van de drugs heb ik u toegezegd dat ik de GGD nog even zal bevragen. Ik zeg u toe om dat schriftelijk u nog voor de raad te doen toekomen. Dan tenslotte natuurlijk het punt van de heer Bongers, de combinatiefunctionaris. Dat is inderdaad even een ingewikkeld punt. Kijk, ik kan me zo voorstellen, de raad heeft een duidelijke uitspraak gedaan al bij de kadernoten over de combinatiefunctionarissen. We weten met elkaar dat deze nota opgesteld is voordat dat gesprek in de raad heeft plaatsgevonden. De beraadslaging maakt ook deel uit van. En ik kan mij voorstellen dat het college de opdracht krijgt om het verhaal van de combinatiefunctionarissen hieruit uiterlijk bij de begroting met een voorstel te komen van dan wel niet, dan wel elders betaald. Door partijen, dan al via in de transformatie. Dat zijn de 3 opties die er in feite zijn. En uiteraard wordt dat gevoed door een wat preciezere evaluatie zoals beloofd. Want dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Dus met andere woorden, u geeft hiermee richting. En de opdracht naar het college is dan van de combinatiefunctionaris is echt nog een punt wat apart verder uitgewerkt moet worden. Zo kan ik hem wel plaatsen. Dan ligt de vraag voor hamerstuk of bespreekstuk. Voorzitter, mag ik nog 1 opmerking maken? Want, in aanvulling op de heer Bongers over de combinatiefunctionaris, maar een soortgelijk iets staat over de AED's. Daar staat ook in van dat ze vervangen worden. En met de raadsvergadering hebben we daar ook andere dingen over gezegd. Dus ik wou die aanvulling graag even geven. Dan herhaal ik mijn vraag. Hamerstuk, dan wel bespreekstuk. Wie wenst bespreekstuk? Ik zou een bespreekstuk van willen maken. Oké. Okay. Ja, dit is een bespreekstuk. Er was geen schriftelijke rondvraag, dus dan sluit ik deze vergadering. En we gaan om 9 uur verder met de raadsvergadering. Ik kan op je zeer, hè?